In dit tweede gedeelte over generatiearmoede gaan we nog meer de diepte in. Hierbij kunnen ook onderwerpen aan bod komen die confronterend zijn om te luisteren. Zit je ooit met depressie of suicidale gedachten? Weet dat er hulp is. Bel 113 of kijk op 113.nl. Deze podcast is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp. Welkom bij Nooit een Kwartje: de podcast over opgroeien in armoedestress. Kijk, als je op bent gegooid in armoede en je wordt 18, dan sta je al 10-0 achter op de gewone 18-jarige. Um, als je een fout maakt, dan tekent die je voor je hele leven. Als je een uh, mobieltje neemt op afbetaling bijvoorbeeld. En uh, je kan het niet betalen. Een maand, je krijgt dus een schuld en die verdubbelt en dan komen boetes bovenop. Dan tekent die schuld heel wat jaren mm -hmm. terwijl een, een normale 18-jarige misschien kan zeggen van hey papa, mam ik heb een foute keuze gemaakt uh, kunnen jullie me hierbij helpen en dan wordt 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 die persoon geholpen en dan na nou, en wordt er een les geleerd en ja. dan gaan ze weer verder ja. en dat is het verschil dat is die kansenongelijkheid waar het dezelfde fout voor de ene Um, veel tekener is dan voor de ander. Uh, ja, en je zegt dan raar. eigenlijk het woord fout, maar de, dezelfde keuze dus ja. eigenlijk. Hè? Want ja. het is natuurlijk helemaal niet fout wat je zegt, maar het is gewoon dat je geen idee hebt. Dus je maakt een keuze en die blijkt heel nadelig voor je uit te pakken en, daar, en die is niet zo makkelijk op te lossen. Nee, Want hoe, nee. hoe was het voor jou? Want je vertelde net, je werd 18 en toen? Nou, dan krijg je ineens. Uh, nou, ik, was, ik werd 18 en ik was 19 toen ik uh, van de HAVO kwam. En toen ging ik studeren en toen kreeg ik studiefinanciering. Ja. En ik kon maximaal bijlenen en ik had nog nooit zoveel geld in handen gehad. Dus ik ging allemaal dingen doen die ik altijd had willen doen. Ik ging uit eten, ik ging. Uh, nou ja, feesten. Ik ging uh, overal naartoe. Ik ging van alles bezoeken, naar pretparken, bioscoop. Een inhaalslag. Al dat soort dingen. Een inhaalslag als een malle. Dus, en dat, dat ging natuurlijk fout, want ik had ondertussen dingen die betaald moesten worden. en dan moest natuurlijk, uh, Ik ging op mezelf wonen en er moest een, uh, een kamer gehuurd worden met een borg. En er moest ingericht worden en dat geld had ik gewoon niet. Dus ik ging uh, in het rood staan... Bij de, bij de bank om dat te kunnen bekostigen, waardoor ik jarenlang eigenlijk standaard in het rood heb gestaan. En toen dat niet meer werkte, ging ik gewoon naar een andere bank om dat gat weer op te vullen. Ik was inderdaad aan het schakelen op allerlei verschillende borden om mezelf maar omhoog te houden. En um, daar storneer je dan weer een bedragje, hè, want dan kan je dan, uh, ja, je laat het wel af, uh, je betaalt het wel, maar je storneert het dan weer, want dus dan het gaan terugkomt. er weer een paar dagen overheen voordat ze dat dan merken, voordat je daar een brief over krijgt. En dan kun je tijdelijk even dat gat opvullen, totdat daar weer ergens anders een bedragje vrijkomt waar je dit dan weer mee Kunt opvullen en zo ben je constant creatief aan het boekhouden en constant bezig en dat geeft ontzettend veel stress. Ja, om te overleven, ja. Ja, en dan moet je ook nog alle anderen daarbij doen. Ja, dat is was het uh, is haast niet te doen. En, niet uh, te doen. En, en herinner je, je nog hoeveel rood je ongeveer stond gegeven uh, die... moment? Um, oh, dat weet ik eigenlijk. Volgens mij iets van 5000 euro. Ja, ik rood ja wat voor sommige mensen een, een, wel een groot bedrag is, maar iets wat wel te overzien is. Maar voor, voor jou een enorm dik gapend gat waar je nooit meer uit zou kunnen komen. Daar, daar kwam ik nooit meer uit, nee. En mijn schuld was toen ik in de schuldsanering ging, viel die wel mee. Die was volgens mij nog niet eens 10.000 euro, maar die was voor mij gewoon niet op te lossen. Dat nee. was onmogelijk. En, en waar een bedrag in het begin 50 euro was, was die nu 500 euro gewo geworden. Maar ja. ik had nog niet eens 1000 euro per maand in inkomen. Dus dan kan je dat gewoon niet betalen. Nee. En toen, hoe ging dat verder? Nou, um, hè, dat was in mijn studententijd. Ik ging dus van allerlei leuke dingen doen. Um, ik studeerde, maar ik haalde de studies allemaal niet, want ik had een veel te grote rugzak. Het ging met mij gewoon eigenlijk niet goed. Ik had heel veel stress, maar ik was ook depressief. Ik had eigenlijk geen eigen waarde. Um, en toen kwamen de. De rekeningen en de aanmaningen en uiteindelijk ook de, de deurwaarders. Kwamen bij mij aan huis bij het studentenfletje waar ik woonde. Nou, dat waar ik, ook andere bewoners waar, waren. Ja, ja, dus ik schaamde me dood, dus ik probeerde dat weg te, weg te praten. En mijn omgeving, mijn, mijn studentenvrienden hadden het eigenlijk helemaal niet door dat ik zo in de schulden zat. Want ik kon heel goed doen alsof. Want ik wilde ook gewoon heel graag bijhoren en bij hun horen. Ik wilde niet die arme persoon zijn uit een slechte omgeving. Dus ik deed alsof het allemaal goed ging. En op een duur breek je dat op. En dat brak mij ook op. Dus het heeft een aantal jaar zo kunnen doorgaan. Maar toen ik 25 was, toen trok ik het niet meer. En toen wilde ik eigenlijk niet meer verder. En uh, toen heb ik de keuze gemaakt om uh, nou mijn leven te beëindigen. En toen ben ik van een brug gesprongen. Uh, heb ik, nou ja, daar, daar brak ik mijn rug en mijn nek. En verbrijzelde mijn bekken. En... Uh, nou ja, ik ben wel gevonden en gelukkig kwam er toen alle hulp op gang. En dan ben ik daar helemaal doorheen gegaan. Maar vanaf... Ja, dan ga je naar een revalidatiecentrum. Want ik had een incomplete dwarslesie. Ik moest geopereerd worden. Wat is dat? Sorry, ik ben helemaal is Een dwarslesie, dus dat je verlamming hebt, maar niet compleet. Dus sommige dingen werken nog wel, sommige dingen werken niet. Dus mijn rechterbeen had verlammingsverschijnselen. En daar moest ik voor naar een revalidatiecentrum om weer te kijken hoe ver dat kon verbeteren. Dus ik moest opnieuw leren lopen. Dus dat heeft allemaal wel heel erg lang geduurd. En in die periode um, kwam ook de schuldhulpverlening voor mij op gang. En kwam ik in de, nou ja, mijn studiefinanciering werd opgezegd... en ik kwam in de bijstand. Dus toen is alles een beetje gaan rollen. Want ik wilde daarvoor ook nooit hulp, want ik vertrouwde... Hulp niet, vanuit mij. Wat Ben al eerder zijn een, een totale argwaan gewoon naar de overheid. En ja, naar... ja, ik had een, een complete argwaan naar de overheid. En dat was mij ook meegegeven vanuit huis. Um, maar Je vanuit... dacht echt op dat moment, de, de, mijn leven is uitzichtloos. Ja. Ik stop ermee, ja. dat is de enige oplossing. Ja, ja. en toen, uh, nou ja, toen heb ik het overleefd. En dat vond ik op dat moment helemaal niet leuk. Ik wilde zo eigenlijk nog een keer wat doen. Alleen ik zag wel voor het eerst toen... Um, wat voor effect het had om de mensen om me heen. Want ik had nog steeds wel mensen om me heen die om mij gaven. En die had ik heel veel verdriet gedaan. En toen dacht ik van oké, okay, dit kan ik niet weer doen. Niet voor mezelf, maar in ieder geval niet voor hun. En toen ben ik eerst gaan vechten omwille van hun. En later heb ik zelf vechtlust gevonden. Omdat het, in, 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 die, in dat vechten kreeg ik de juiste hulp. En toen ben ik voor mezelf gaan vechten. Want in die tijd vlak daarvoor... Hoe, hoe, hoe close of hoeveel, hoe, in hoeverre liet je mensen toe in je leven... Um, ik had wel een aantal vriendinnen uh, vanuit mijn jeugd en ook tienertijd toch wel, uh, waar ik heel goed mee kon en nog steeds uh, heel goed mee kan. Alleen die had ik in de laatste jaren echt al een beetje weggeduwd. Die, die, die zag ik al haast niet meer, die kwamen niet dichtbij. De mensen die in mijn studententijd om me heen zaten, die hadden. Um, ja, Eigenlijk geen idee op, op één Wie of twee hij was. na. Nee, ja, of maar wat die... er van binnen af speelde bij jou. Ja, ja en als ze we dat wel wisten, dan. Um, degene die dat wel wisten, ja, die konden daar niks mee. Want die konden mij niet bereiken en die konden ook niet mijn hulpverlener zijn. Dat was ook niet hun taak. Dat, maar dat, dat, ja, dat was voor hun ook heel zwaar. Dus uiteindelijk moesten zij ook wat afstand nemen daarin. En dat is heel logisch. Dus ik had professionele hulpverlening nodig. Maar daar ging ik wel heen, maar daar was ik ook niet helemaal eerlijk. Dus daar verscheen ik niet op afspraken en, en vermeet ik dat. Dus um, pas na die sprong ben ik serieus bezig gegaan met eigenlijk alle aspecten in mijn leven die tot dat moment niet goed gingen. En het is heel erg jammer dat daarvoor die sprong nodig was om dat te beseffen. Uh, maar ik denk wel dat dat het startpunt was van iets nieuws en iets moois, hoe moeilijk het ook was. Ongelooflijk. Ik ben er even helemaal stil van. Um, en als je daar dan uh, over terugdenkt en terugdenkt, um, wat had je dan, als je nu naar jezelf kijkt, misschien anders kunnen doen? H had het anders gekund of was dit gewoon de enige manier? Ik denk dat het wel anders had gekund. Um, ik denk dat um, in mijn jeugd werd ik al niet gezien. En ik denk als ik daar gezien werd en als daar misschien meer educatie was geweest over um, nou ja, hè, armoede en hoe dat voor mensen is. Als er minder vooroordelen waren, als ik minder was buitengesloten, dat dat al heel anders was geweest. En als tiener, toen ik bij mijn, ik ging wonen, uh, ik ging bij mijn zus wonen toen ik 16 was, en toen kreeg ik wel meer liefde en aandacht. En dat Zij zag jou? Zij zag mij. Ja. En dat heeft heel veel veranderd. Maar ik was al zo beschadigd dat dat gewoon niet meer rechtgetrokken kon worden. Hoezeer ik dat ook probeerde. Um, maar ik denk echt dat dat voorkomen was geweest. Um, als de hulp gewoon er was geweest. Of voor als kind al. Ja, en, en als tiener en ook als, uh, maar ook als student zijnde, uh, had, ik gewoon, uh, uh, ja, had ik gewoon die leningen niet mogen kunnen afsluiten, bijvoorbeeld. Mm. Ja, gelukkig is dat nu een stuk strenger. Uh, maar men wist dat, er, um, dat ik schulden had en dat er deurwaarders kwamen. En dat werd gewoon gelaten. Mm -mm. Er werd niet ingegrepen. En ik vond het wel prima zo, want ik wilde doen alsof het er niet was. Ja. En, en jouw moeder heeft ook nooit hulp gehad? Dus misschien had het daar ook al eh, om, of misschien zelfs haar moeder of haar vader. Of... Nou ja, mijn moeder heeft inderdaad nooit hulp gehad. En die wilde die hulp absoluut niet. En dat heb ik ook gewoon meegenomen. En ik heb wel uh, als in mijn studententijd uiteindelijk wel hulp gezocht um, en ook wel hulp gehad. Maar daar heb ik mezelf nooit helemaal blootgegeven. En deed ik alsof alles eigenlijk gewoon oké okay was. Waardoor. En niet echt um, Het kon worden doorgedrongen. Nee, hetzelfde. maar kon ik wel tegen mensen zeggen: van hier, kijk, ik heb wel hulp, dus nu ophouden met zeuren, alsjeblieft, ik ga wel heen. En, en zo kon ik mensen ook een beetje van me afhouden. Ja. ja. Ben, uh, jij schudt, uh, of je knikt heel erg ja hierin. Um. Ja, wat, wat ik herken is uh, eigenlijk een vraagverlegenheid van twee kanten. Er zit aan twee kanten een taboe. Aan de ene kant. Um, He, wil je zelf niet praten over dingen? We, we weten bijvoorbeeld dat mensen tussen, tussen de, nou, rond de zes à zeven jaar wachten uh, met hulpvragen. En in die tijd uh, groeien schulden exponentieel. Uh, ik bedoel, die incassokosten maken vaak meer dan de helft van het uh, schuldenpakket uit. Aan de andere kant zie ik ook, ook in mijn vrijwilligerswerk bijvoorbeeld, zie ik ook wel een enorme verlegenheid bij bijvoorbeeld scholen en hulpverleners om door te dringen en om wat, wat ik bijvoorbeeld een, als ik een voorbeeld mag geven een anderhalf jaar geleden kregen we via via kreeg ik een vraag van iemand en die zei nou ik, ik ken een uh, vriendin van mij die is docent op een uh, op een basisschool en uh, die heeft een jongetje in de klas en die komt bij gymles komt hij altijd met uh, kapot ondergoed of met meisjesondergoed komt hij aan. Ik heb het idee dat er gewoon geen geld is. En wij hadden als, um, als Caritas... hadden wij nog van een actie die we daarvoor gehad hadden... hadden we nog uh, drie VVV-bonnen van 30 euro uh, over. En die lagen gewoon in mijn bureau te wachten om uitgegeven te worden. Mm -hmm. Dus ik zei tegen die mevrouw van: goh, ik heb die drie uh, VV-bonnen nog, die zijn bij elkaar 90 euro waard. En ik weet dat je die ook uit kan geven in een winkel waar je uh, voordelig ondergoed kan kopen. Dus uh, vraag eens aan die, uh, aan die leerkracht of ze, of ze dat niet aan, aan die moeder wil geven. Ja. En ik hoorde maar niks en ik hoorde maar niks. En op een gegeven moment um, vroeg ik weer aan die mevrouw van goh, heb je het aan die leerkracht gevraagd? En toen zei ze ja, ik heb het wel gevraagd, maar die leerkracht die, uh, die durft het, ah. het niet te vragen. Dus ik had 90 euro in mijn bureau liggen waar, waar zo'n kind mee geholpen kon worden, maar het... goed ondergoed. En ik kon het niet uitgeven omdat ik niet wist om wie het ging en omdat de leerkracht het niet durfde te vragen. En ik denk, ja, dat zijn toch wel hele wrange en trieste situaties. Ja. ja. En ik neem aan dat het niet het enige voorbeeld is. Dus ik denk dat het op veel meer gebieden nog meer aan de hand is. Ja, ja, ja. ja uh, dat is inderdaad op veel meer gebieden. Om een ander voorbeeld te noemen. Ik, uh, heb een aantal jaren geleden heb ik een uh, onderzoek gedaan... Naar, naar de rol van vrijwilligers in de schuldhulpverlening. En toen uh, interviewde ik een, uh, een mevrouw en die had... Uh, Vanuit een eerdere relatie had ze ontzettend veel uh, schulden. En uh, dan moet ik er wel bij zeggen, haar man die had best wel een redelijke baan. Die was bedrijfsleider ergens, maar daar er lag maximaal beslag op zijn inkomen. Dus ze hadden in, in de praktijk had ze het minder besteden dan iemand in de, in de bijstand. En uh, nou, ik had het hele gesprek gedaan. En aan het eind van het gesprek toen uh, zei ik van goh. Wat zou je nou nog willen voor de toekomst? Wat, wat, ja. Waar hoop je nog op? En toen zei ze: Van. Uh, mijn oudste die is 16. En die wil al vanaf zijn achtste. Wil hij op voetballen. En ik hoop dat hij voordat hij het huis uitgaat. dat hij nog een keer op voetballen kan. En toen zei ik: Van goh, maar heb je dan. Uh, heb je dan nooit een bijdrage gevraagd van het Sport- en Cultuurfonds? Fondsen, ja. Nee, daar had niemand haar dus op gewezen. Dan moet ik er wel bij zeggen: Dus in, in dit geval zou het ook kunnen zijn. dat school het gewoon. Niet gesignaleerd heeft, omdat de man dus wel een in principe een, een goede baan had. Ja, zou dat uh, zeggen, maar daar lag maximaal beslag op. Dus in de praktijk hadden ze minder te besteden dan iemand in de bijstand. Omdat ja. de schulden nog groter waren of zo groot waren. Ja, die schulden die waren groot en daar moesten ze maximaal op aflossen. Er was ja. beslag voor gelegd. Ja. Ja. Ja, dus dat is ook zo, dat oogschijnlijk dat, dat iemand een goede baan heeft, dus dan denkt de buitenwereld, het gaat om ja, diegene. Ja, ja, ja. En een school moet iets gezien hebben, een school moet iets gesignaleerd hebben. Maar de vraag is, uh, durf je ernaar te vragen? Daar gaat het om. En ja. Is dat een, een taboe, zeg maar? Zou je, ja, je spreekt natuurlijk wel van een taboe omdat er schaamte is. Jij zegt zelf ook, Eline, je houdt het op een afstand. Hè, de mensen, want je wil niet dat ze echt werkelijk doordringen. Maar is dat in dit geval. Wat je net als voorbeeld geeft van die leraar die niet, dat niet durft? Ja. Je wil, je ben, ben je bang om een gezin te ontwrichten? Ik denk dat heel veel. Wat ik, wat ik vaak terughoor, want ik geef ook trainingen aan uh, intern begeleiders op scholen. Wat ik heel vaak terughoor is de angst dat een ouder zich beledigd zal voelen. Uh, met slaande deuren uh, uh, wegloopt. En dan heb jij als docent of als intern begeleider. heb je natuurlijk dat kind wel de rest van het jaar. gewoon nog in je klas. En je hebt gewoon nog met, met die ouderen te maken. Ja. En als hulpverlener kan je dan misschien zeggen. Van, nou, de cliënt loopt, uh, loopt boos weg. En dat is dan jammer. Maar op school. Maar op dat... school blijf je gewoon met het gezin te maken houden. En uh, ik denk dat daar de heel grote angst zit. En de kunst is. om ja Dat dan op een uitnodigende manier te vragen, op, op een uitnodigende manier aan de orde te stellen. Maar het is dan wel Zo dat... subtiel moet dat dus zijn, want jij zei net precies: van ik, ik ben niet gezien, maar misschien ben je wel gezien, maar durfde iemand het niet te zeggen. Dus, het, het, hè? dus is het zo subtiel, dan denk ik: jongens, laten we nou toch dit kunnen doorbreken op een of andere manier. Waarom? Omdat er zoveel schaamte zit en omdat het zo pijnlijk is. Ik denk inderdaad dat je daar wel gelijk hebt. Dat ik wel gezien ben, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Het kon ook niet anders. Maar dat er gewoon niet naar gevraagd is. Of misschien wel, maar niet naar mij, maar naar mijn ouders. Maar dat er gewoon negatief op gereageerd is. Dat is ook hè, dat die boze ouder die de deur dichtslaat. Um, ik denk, als ik zelf ouder was geweest in zo'n situatie. en iemand had mij gevraagd, een leraar van. Hey, um, zou je deze bonden willen? Want ik, 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 ik zie dat het een beetje moeilijk is. En financieel, dan zou ik me echt. Echt geschaamd hebben. En ja. dan zou ik daar misschien wel uit uh, reactie. reactie boos op gereageerd hebben in plaats van ontvankelijk daarvoor. Dus het is een hele moeilijke, ja, je, een, een moeilijke balans. Je moet gezien worden en er moet naar gevraagd worden, maar het moet wel op een manier dat het um, niet, nou ja, dat het oké okay is voor de ander. Um, yeah. En dat hij daar niet negatief op reageert of zich rot bij voelt. En dat is heel erg lastig, zeker als je opereert vanuit de wantrouwen, ja. naar de hulpverleners en school en overheid, als je dan gevraagd wordt, dan denk je oh, oh, ik heb ik heb de façade niet goed omhoog gehouden. Ik heb het niet goed gedaan. En dan... Ik snap het. En en wat als jij dit dan dus nu dan hoort, en jij als ervaringsdeskundige, hoe, hoe zou jij dat doen? ja dat is heel erg lastig maar dat komt uh, om om te beantwoorden omdat um, ik weet niet hoe ik het zou doen dat zou echt per persoon heel verschillend zijn. Uh, maar ik merk wel dat als uh, nou ja, he, mensen met ervaring onder, onderling, die zien gewoon een aantal dingen wel die hulpverleners niet zien. En die communiceren ook. We communiceren ook op een heel andere manier met elkaar. Precies. En als ook. ik de vraag stel en mensen weten dat ik zelf ook met armoede te maken heb gehad, dan zijn ze niet beledigd. Want ze, ze vinden de vraag wel niet erg. We snappen elkaar, we begrijpen elkaar op een soort. Ja, als ik in een kamer zit met meerdere mensen en er zit één ervaringsdeskundige, zonder dat ik die persoon ken, ik weet toch precies wie het is, want we voelen elkaar aan. En de manier waarop we met elkaar praten, de manier waarop we elkaar in zo'n ruimte bewegen. Ja, ik begrijp je vergelijking wel. Ja. Mensen ook met slachtoffers die elkaar herkennen. Ja, ik, ik denk dat het daarom zo belangrijk is om in de hulpverlening ook mensen met ervaring in te zetten als een soort tandempartner, als duo, zodat je wel de kennis van de hulpverlener ja. hebt, maar ook de kennis van de, van de ervaringsdeskundige en die combineert. Zo kom je denk ik die voordeur wel binnen. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Dat wordt, op sommige scholen wordt daar ook wel uh, gebruik van gemaakt. Uh, uh, maar niet, dat heb je niet altijd uh, beschikbaar. En het is goed om je dan in ieder geval te realiseren dat jij als leerkracht of jij als intern begeleider kan wel de intentie hebben om op basis van gelijkwaardigheid met die ouder um, te communiceren. Maar dat hoeft helemaal niet te zijn hoe die ouder het ervaart. Nee. Wat wel kan helpen, denk ik, is dat je gewoon. Op een hele neutrale manier benoemd wat je ziet. Ja. Een mooi voorbeeld vind ik mijn vrouw, die was in het verleden. die was uh, docent natuurkunde en scheikunde, helemaal geen intern begeleider. En die had een jongen in de klas, die. Uh, nou, dat was geen hoogvlieger, maar die deed altijd wel redelijk mee. En op een gegeven moment, vlak voor de herfstvakantie... begint hij ineens heel irritant gedrag te vertonen: uh, conflictjes met anderen, had zijn spullen niet op orde, huiswerk niet gemaakt. En na de vakantie was hij weer zijn. Normale zelf. En als vakdocent zou je dan heel makkelijk kunnen zeggen: Van nou, mooi, het is weer rustig in de klas, we gaan over tot de orde van de dag. Uh, maar zij riep die jongen na, na de les bij zich en ze zei: van, Goh, hé hey joh, je bent zo anders dan voor de vakantie. Of voor de vakantie was je eigenlijk zo anders dan anders. Wat was er nou met jou aan de hand? En toen vertelde hij dus dat hij. Um, door zijn ouders, uh, zijn ouders die hadden hem bij zich geroepen en die hadden gezegd van gooi hoor, over, uh, over een week worden wij uit huis gezet en uh, we zijn al lang blij als we iets voor onszelf uh, kunnen vinden uh, dus jij moet ook maar iets voor jezelf gaan zoeken en dan ben je 15 jaar en dan weet je niet waar je over een week moet slapen uh, en hij durfde daar dus wel over te vertellen en ik denk dat, het, dat dat voor een deel te maken had met dat mijn vrouw zei: Van goh, je was, je was toen zo anders dan anders. Ja. En dat ze daar verder geen oordeel in legde. Ja. ja. En, en, en natuurlijk dat hij haar al langere ja. tijd kende. En dat, dat hij haar vertrouwde. vertrouwen in had genomen. Ja. 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 Het is zo, zo secuur, allemaal. Ja. Uh... Luister het heel nauw. Ja. Maar je moet denk ik ook niet bang zijn om af ja af en toe gaat die deur die gaat met een klap dicht. Ja. Nou ja, dat is dan maar zo. Ja. Dat moet je inderdaad niet tegenhouden om te vragen. Je moet gewoon blijven vragen ook al Komt er misschien een negatieve reactie. Als je ervan uitgaat dat als je het vraagt dat het dan dat er niet goed op wordt gereageerd of dat mensen daar niks aan hebben, dan uh, vul je al in. Ja. Terwijl iemand anders die uh, vraag misschien wel ontzettend waardeert. Ja. Ook al doen ze er. Uiteindelijk... Ook al reageert hij boos. Ja, misschien thuis als ze erover gaan nadenken van oh, maar wacht even. Ja. En dat ze er dan wel iets mee willen. Je weet het niet, je kan dat niet invullen. Iedereen is anders, elk gezin is anders. Dus vraag het gewoon. Ja. Ik kan me voorstellen dat uh, jouw achtergrond ook invloed heeft gehad op, het, uh, op hoe het is gegaan op school. En, uh, hoe heeft dit invloed gehad op jouw schoolprestaties? Het heeft heel veel invloed gehad op, op school. Ik had uh, geen idee van het belang van school. Ik werd daar niet in ondersteund. Ik kon wel goed leren. Dus het advies was HAVO. Ik ging naar de HAVO VMBO, uh, middelbare school. Alleen um, nou ja, na twee jaar moest er een keuze worden gemaakt. Uh, ga je naar HAVO of blijf je op het VMBO? Want uh, er moest dan van school worden gewisseld. Mm. Maar de havo was verder weg, was in een andere, uh, andere stad. En dan moest ik daar helemaal heen fietsen en daar had ik geen zin in. Dus het was voor mij veel fijner om op VMBO te blijven, want het was lekker dicht bij huis. En ik had geen idee wat schoolniveaus nou precies inhielden en wat het er belang ervan was. Ik schaatste gewoon door school heen en uh, ik vond het wel prima... En ik wist niet dat mijn hele toekomst daar vanaf kon hangen, eigenlijk. Dus ik ging gewoon naar het VMBO. En pas later, besefte ik van. Oh, nu moet ik. Hè, toen had ik examen uh, gedaan op VMBO. En toen moest ik gaan kiezen wat ik wilde worden. En het waren allemaal dingen wat ik niet wilde. En toen ben ik alsnog naar HAVO gegaan, zodat, het, zodat ik het wat langer kon uitstellen om een keuze te maken. En omdat ik meer keuzevrijheid wilde hebben. Dus dat. Ja. Ik, ik had later wel door hoe belangrijk het was, maar dat was, niet, was me niet meegegeven vanuit huis. Nee. En er was ook niemand in de omgeving die dat uh, zei van... Uh, Eline, je, volgens mij kan je makkelijk haven, je gaat maar gewoon uh, daar naartoe. Nee, nee dat, dat, nee, dat had ik niet. Nee, ook niet de mentor. Um, nee, ook niet, want die zagen het niet. Want ik was geen probleemkind op school. Ik had, haalde goede cijfers en ik deed gewoon mijn ding. En iedereen liep me met rust. En ik liet iedereen met rust. Dus ik werd daar ook gewoon niet gezien als uh, iemand die extra aandacht nodig had of even een duwtje nodig had om verder te gaan. Ja, wat weer een reden is voor mensen om goed ook te kijken naar de stille kinderen. Dat je dus niet alleen maar denkt, oh dat is een probleemkind, maar ook. Stille kinderen ook goed bekijkt of goed naar, ja, naar, naar ja. het project te zien. Ben, kunnen jouw idee scholen uh, hier wat meer bovenop zitten, dat een jong kind beter wordt begeleid in de keuzes, die zo'n grote invloed hebben op later? Nou ja, bekend voorbeeld is wel dat kinderen met een uh, gelijke score op de eindtoets in de uh, basisschool. Dat is dan toch bij uh, ouders die met een niet-Nederlandse achtergrond of bij Ouders uh, die in armoede leven, dat sneller gezegd wordt van nou, uh, laten we dat kind maar uh, naar het VMBO verwijzen, want um, ja, die, die uh, heeft niet zo heel veel steun te verwachten van huis uit. Ouders zijn niet in staat om het kind te ondersteunen. Terwijl je ook andersom zou kunnen redeneren van, ondanks dat gebrek aan steun, heeft dat kind hetzelfde gescoord op de eindtoets van de basisschool. Um, en ik denk dat je daar wel um, aan de ene kant uh, je bewust van zou moeten zijn. En aan de andere kant, ook als een kind dan toch zegt: van nou, ik kan eigenlijk wel naar de HAVO, maar ik kies toch voor het VMBO. Dat je daar ook best af en toe wat uh, dus even over in gesprek mag gaan met ouders. En, en uh, toch wel even aan ouders mag aangeven van dat het kind het echt wel kan. Ja. In jouw ogen. Ja. 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 En dus het juist wel echt maar stimuleren. Ja. In, in tegenstelling zoals wat net in dat boek, wat je benoemde, van misschien moet je iets lager mikken. Ja, misschien moet je iets lager mikken. Ja, dat, dat is precies. eigenlijk de algemene tendens van scholen of mensen. Nou, de, kijk, daar doe je leraar, leerkrachten, denk ik, tekort mee. Maar we weten gewoon uit de uh, literatuur, er is in de jaren zestig al een heel mooi uh, experiment gedaan in de Verenigde Staten. Uh, waar een artikel over geschreven is met de titel het uh, Pygmalion-effect. Ja. Uh, en we weten gewoon dat verwachtingen van leerkrachten dat die meespelen. En zelfs als uh, een leerkracht de beste bedoelingen heeft, uh, de, of la, laat ik het anders zeggen, een, een leerkracht heeft ongetwijfeld de beste bedoelingen als die tegen een kind uit een arm gezin zegt van goh. Doe jij dat maar even niet. Uh, hè? Neem jij maar, doe jij maar even die, die makkelijker sommen. Ja, want je hebt al genoeg hooi op je vork. Je hebt al genoeg hooi op je vork en ik wil jou een succeservaring laten opdoen. Maar uh, we, wees, wees daar niet te voorzichtig in en wees, ja. je, wees je daar bewust van. Ja. 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 Wat ik nog wil toevoegen, kijk met VMBO is niks mis. Als dat je niveau is, is dat natuurlijk hartstikke prima. Alleen ja. het is heel, heel erg zonde als een, een kind meer kan en dat je dan kansen laat liggen om, uh, nou ja, voor de toekomst. Omdat ja. je denkt van nou, dat lukt toch niet. Of dat je daar toch geen aandacht aan besteedt. Dat is gewoon zonde. Ja. Want dan komt dat kind ook uiteindelijk op een werkplek wat misschien onder zijn of haar niveau ligt. En dan ben je daar ook niet gelukkig. Nee, dat heeft uiteindelijk verstrekkende gevolgen voor het hele leven. Ja. Uh, ben, we hebben het uh, gehad over generatiearmoede. En ik wil het graag hebben over de ingewikkelde term transgenerationele erflast. Um, kan je aan de luisteraars uitleggen hoe dat werkt? Nou, dat oh. weten we zelf eigenlijk nog niet, niet oh. helemaal goed. Maar wat, wat we. Uh, weten is dat het te maken heeft met. Uh, iets wat de Franse socioloog Bourdieu noemt uh, het sociaal kapitaal en het cultureel kapitaal wat je meekrijgt. Hey, um, kan je dat toelichten? Ja, uh, sociaal kapitaal dat zijn de mensen die je kent, de contacten die je hebt, de mensen met wie je omgaat. Je netwerk. Uh, ja, en het cultureel kapitaal dat heeft te maken met de bagage die je meekrijgt van huis uit. Dat heeft te maken met wordt voorgelezen of niet. Uh, maar ook met het gemak waarmee je uh, uh, nou ja, samen elkaar met voert. elkaar omgaat of gesprek met elkaar. Met elkaar omgaat. Ik weet nog wel heel, wat mij nu te binnenschiet, is dat ik uh, op uh, vijf gymnasium hadden we een klasseavond, of een klasseuitje. En toen gingen we naar de Chinees. Ik was daar dood nerveus voor, want ik was nog nooit uit eten geweest. En ik vond het hartstikke spannend om naar die Chinees te gaan. En wij aten thuis ook niet met mes en vork. Het bleek, uiteindelijk bleek het helemaal niet zo heel veel anders te zijn... dan dat we thuis deden. Ik bedoel, we waren ook niet een soort barbaren thuis. Nee, maar, maar het was gewoon maar... vreemd. Het was iets nieuws. Het was heel vreemd. Ja. Ik, ik was nog nooit uit eten geweest. Dus ik had daar allerlei voorstellingen bij van... hoe hoort dat dan precies? Ja. En straks krijg je, straks krijg je uh, drie, vier lepels in vorken en, en naast elkaar te liggen. En welke moet je, welke moet je dan eerst gebruiken? <laughs> ik, helemaal herken, deuk. Ja, ik herken die angst zo. Of toen ik voor het eerst uit eten ging, dacht ik van, oh jeetje, dan komen er vier vorken en, en vijf lepels. En wat moet ik dan hemels naar nou mee? Want het ja. is nieuw, je, je kent het niet. Nee. Ja. Maar wat, wat ook wel meespeelt... er zijn ook aanwijzingen uh, ja. dat er een soort genetische overdracht is. Dat er iets in je DNA gebeurt. We weten dat bijvoorbeeld van dat die in de hongerwinter in het Westen hebben geleefd en ontzettend geleden hebben onder die hongerwinter. Dat er bij een aantal mensen ook um, dat die um, meer neiging hebben of meer, meer um, uh, geneigd zijn tot, tot overgewicht. Omdat... Um, en dat zit ook ergens naar hun kinderen. Ja, ja. Dus er worden bepaalde genen worden aan- en uitgezet. En datzelfde zie je bij mensen die langdurig in stress leven, mensen die in stress opgroeien. Dat zelfs bij hun kinderen, en daar weer de kleinkinderen van, dat er een um, grotere gevoeligheid voor stress is en dat mensen minder in staat zijn om met stress om te gaan. Ja. Dus dat. Ja, er zijn aanwijzingen. Het is nog niet helemaal 100% hard bewezen. Maar er zijn aanwijzingen. dat. Uh, dat er ook een genetische component. Uh, meespeelt. Ja, ja. Ik heb dat ook uh, gelezen. Ook over ja. trauma's. die ja. al in de baarmoeder ja. worden doorgegeven. Dus ik denk. Uh, de komende jaren dat er steeds meer bekend over zal zijn. Er is uh, zelfs een Canadese onderzoek van uh, wat gedaan is onder uh, bij moeders en kinderen, waarbij moeders uh, met huiselijk geweld te maken hadden, gaat voor de zwangerschap, waarbij die relatie al verbroken was, en waarbij toch het kind minder, uh, dus verbroken was voordat ze in verwachting raakten, ja. en waarbij toch het kind minder uh, minder stressbestendig bleek. Ja. 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 ja, zo zit er toch veel meer verbinding in alles. Ja, het zijn ontzettend uh, complexe, complexe processen... Waar, uh, ja, waar nog heel veel over uh, uitgezocht moet worden. Ja. Ja. En, en, en om nog even terug te komen over deze term... de transgenerationele mm -hmm. erflast. Uh, is daar iets aan te doen? Uh, ik denk dat dat een zaak is van hele lange adem. Ik uh, werk zelf in de Enschede... En in Enschede heeft een uh, geschiedenis tot begin jaren 70 van uh, textielindustrie... Mm -hmm. met veel laag, uh, laag opgeleide werknemers die uit de veenkoloniën uh, afkomstig waren... en daar ook al in armoede leefden. En je ziet nog steeds dat uh, mensen in Enschede een kortere levensverwachting hebben... een slechtere gezondheid dan gemiddeld in Nederland. Daar is wel iets aan te doen... Denk ik, in zeker opzicht, maar dat, dat duurt heel lang. Juist vanwege die transgenerationele processen. En ik zie ook een aantal ontwikkelingen in onze samenleving. die, denk ik, de verkeerde kant op werken. Uh, Zoals ik denk dat? dat je, nou ja, ik denk dat je um, bijvoorbeeld de sociale huisvestingsstructuur. Dus heel erg op bezuinigd. Woningbouwverenigingen hebben uh, heel erg veel uh, verhuurdersheffing, miljarden aan verhuurdersheffing moeten, moeten afdragen. En daar, zijn daardoor niet uh, in staat geweest om uh, te investeren in, uh, in nieuw. Soal woningbouw. Ja, wat je ziet is dat je steeds meer uh, monoculturele wijken krijgt. Hè, met, met alleen maar kwetsbare mensen. <laughs> um, waar eigenlijk de postbode en de bouwvakker niet meer naar binnen durven, uh, niet meer, ja, maar ook niet meer wonen. Oh, dus sorry. mensen komen elkaar niet meer tegen. Ja. Mensen uh, gaan steeds meer in hun eigen bubbel leven. Ja. Uh, dus ik denk dat dat meespeelt. Ik denk dat ook, um, nou ja, uh, de diversiteitsverschillen in Nederland dat die steeds, uh, steeds, groter worden. En zoals Florian net al zei, <laughs> uh, de, de beller. Uh, mensen zorgen dat ze het geld in de familie uh, houden en uh, daarmee worden verschillen tussen arm en rijk in Nederland die worden eigenlijk eerder groter in plaats van kleiner. Ja. Ja, dat in die zin ook dus de diversiteit uh, verdwijnt, waardoor de verbinding dus ook verdwijnt en men op de hoogte is van de ja. verschillen. Nou ja, een mooi voorbeeld vind ik wel dat uh, in de gemeente, de gemeente Enschede heeft bijvoorbeeld in uh, een uh, wijk die uh, ja, echt, echt als achterstandswijk bekend stond. Daar hebben ze een, een aantal straten met koopwoningen neergezet... waardoor je een veel meer gemengde structuur in die wijk krijgt. En dat zie je ook terug in bijvoorbeeld de populatie van de school daar. Ja. En daardoor uh, ja, komen mensen toch... Komen, ook kinderen komen gewoon met andere kinderen in aanraking. Ja. ja. Dus dat... Het is natuurlijk in die zin een soort beetje schijnbare tegenstelling. Omdat men als hè, een, een mens wil het beste voor zichzelf en voor het kind. Dus wil in een, hè, zichzelf omhoog werken. Ja. Terwijl je eigenlijk ook zeggen. Ja, we moeten juist proberen divers te blijven. Moeten zorgen dat je juist moedwillig uh, mensen van bepaalde andere. kom af, bij andere mensen uh, juist neerzet. Zodat je iedereen moet elkaar ook ook, vasthouden. En, ja, en, je, en je gunt je kind verbinding. ook. Dat het met een breed palet aan, 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 uh, aan kinderen uh, ja, in opgeroet. aanraking komt. Ja. ja. Nou, er is nog wel een lange weg te gaan, maar ik hoop wel dat die, uh, ja. uh, dat die, uh, dat die weg wordt afgelegd. Uh, Elien, wie, wie of wat heeft voor jou nou het verschil gemaakt? nou allereerst um, een van mijn oudere zussen toen ik 16 was toen ging het allemaal heel erg slecht en toen mocht ik een tijdje bij haar wonen en heb ik bij haar gewoond vanaf mijn 16e tot mijn 18e en zij liet mij samen met haar man een wereld zien die ik niet kende en zij was generatie armoede eigenlijk ook ontsnapt en had het heel goed voor elkaar en uh, met haar gezinnetje en, en dus hoe, hoe oud was jij toen 16 jij was 16 en hoe oud was je zus toen Oeh. Nou, ze was midden twintig, denk ik. En zij was uh, uit, jouw, uh, zeg maar uit jouw lichting, of was zij uit de eerdere lichting? Uit de eerdere lichting, ja, ja. En zij heeft gezegd: kom maar bij mij wonen. Ja, dus toen heb ik daar gewoond uh, twee jaar lang. En uh, uiteindelijk ben ik wel weer daar weggegaan. Omdat het zo'n weerslag had op haar gezin. om een tiener, een moeilijke tiener, die depressief was in huis te hebben. Dat was natuurlijk niet niks. Maar haar begeleiding in die twee jaar heeft wel het wezenlijke het verschil duwtje gemaakt. gegeven. Ja, dat deeltje gegeven. Want ik zag uh, bij haar: hé, hey, maar zo kan het dus ook. Jij hebt het ondanks alles. En alles wat je tegen je had, ook gered. En het gaat goed. En je hebt het goed voor elkaar. Je bent gelukkig. En dat wil ik ook. Ja. En dat kan ik ook. Alleen heeft het mij iets langer geduurd en met veel meer omwegen. Maar uiteindelijk ben ik daar ook gekomen. En zij liet mij zien dat het mogelijk was. En dat heeft mij heel veel gedaan. Ja, ja. mooi. En uh, ben wie, wie of wat heeft bij jou het verschil gemaakt in jouw leven? Ik ben wel trots om te zeggen dat ik gemerkt heb dat ik zelf ook. Voor één iemand het verschil heb kunnen maken. Ja. Ik kreeg een uh, jaar of vier geleden kreeg ik een mailtje van een student en uh, die zei: Van Goh, mag ik, jou, uh, mag ik een afspraak met jou? En toen dacht ik: Die naam die ken ik. En uh, het was namelijk iemand die ik kende vanuit mijn tijd als maatschappelijk werker uh, en. Uh, was op een maandagochtend, die hield ik spreekuur daar in de wijk. En toen kwam er een mevrouw met een heel klein meisje, die kwam binnen, een oudere mevrouw met een heel klein meisje. En die mevrouw die zei, um, mijn kleindochter die is dit weekend bij ons geweest, want er waren problemen bij haar ouders thuis en ze wil niet meer naar huis. En uh, ik ben met dat meisje, ze was een jaar of vijf, zes, uh, ben ik het gesprek aangegaan. Maar ze was heel koppig, maar heel beslist. Ze wilde niet meer naar huis. Ze werd uh, mishandeld. Achteraf bleek op een uh, behoorlijk ernstige manier. Ze werd mishandeld. Uh, ik heb toen uh, dezelfde middag uh, de ouders uitgenodigd voor een gesprek. Uh, ook contact gelegd met de politie. En toen de volgende dag besloten dat ik het uh, toen nog advies en meldpunt kindermishandeling. En tegenwoordig is dat veilig thuis, dat ik die in zou schakelen. En uiteindelijk is, uh, is zij uit huis geplaatst en in een heel fijn pleeggezin opgegroeid. En ze had wel weer contact gezocht met haar moeder. had altijd het idee van, uh, oh my god, wat ben ik blij dat ik hier niet opgegroeid ben. En uh, ze was de oude uh, papieren van uh, jeugdzorg tegengekomen. En daar was ze mijn naam in tegengekomen als melder. Mm. En uh, ze dacht, hé, hey, maar die, die man die ken ik, want zij was ondertussen bij ons op de opleiding Social Work begonnen als, uh, ja. als uh, student. Dus ze kwam uh, mij vertellen hoe het, uh, hoe, het, uh, hoe, het, hoe het haar vergaan was. En ja. ik moet zeggen, dat was een van de meest ontroerende momenten uit mijn, uh, uit mijn loopbaan. Dat je echt zo concreet hoort, van goh, ik heb het verschil kunnen maken ja. voor iemand. Ja, dat, uh, dat vond ik heel bijzonder. En ja. Ze heeft je ook echt aangesproken, gezegd, jij hebt toen mij aangemeld, daar ben ik je ontzettend dankbaar voor. Ja, 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 ja dat, dat, dat zei ze inderdaad. Ja, ja. Ja. En uh, ze werkt nu zelf in de jeugdzorg, dus dat is ook wel heel, heel bijzonder. Als, ja, dus, uh, niet alleen als ervaringsdeskundige, maar ook als, uh, als professional. Wow, wat dus je mooi. kan die twee werelden heel goed, uh, heel goed combineren. Ja. 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 Over verschil maken gesproken. Over verschil maken, ja. Nou, wat een prachtig. Anekdote. Dankjewel. Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze extra lange eerste aflevering van Nooit een kwartje. We hebben een diepgaand en soms indringend gesprek gevoerd over het onderwerp dat vaak in de schaduw blijft: generatiearmoede. We hebben met elkaar gesproken over de ingrijpende impact die het kan hebben op individuen en families en hoe het zich als een hardnekkige cyclus kan voortzetten van de ene generatie op de andere. We hebben ook de andere kant van het verhaal gehoord. Een verhaal van veerkracht, doorzettingsvermogen en hoop. Dank aan onze gasten voor het delen van hun inzichten en ervaringen. En aan jou, onze luisteraar, voor het luisteren naar Nooit een Kwartje. Eline en Ben, ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor jullie uh, geweldige adviezen en jullie openhartigheid. Uh, ik sta nog steeds met flapperende oren hier uh, uh, aan deze kant van de tafel. Dank jullie wel voor, uh, voor jullie aanwezigheid en uh, ik wens jullie heel veel succes en zon op jullie pad. In de volgende aflevering gaan we op zoek naar antwoord op de vraag: wat is armoede in Nederland? Deze podcast is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp. Wil je meer weten over kinderhulp? Bezoek dan kinderhulp.nl.